Voorzitter, in Israël is Benjamin Netanyahu opnieuw minister-president geworden. En prompt beginnen de protesten. Zoals ook toen Donald Trump president werd. Zoals ook in Georgië toen het parlement zich keerde tegen buitenlandse beïnvloeding. Zoals ook toen zogenaamd het kapitool bestormd werd. Het is de beproefde techniek van links om tegen betaling protesten te organiseren of te kapen. Stemmen te ronselen. Rechtszaken aan te spannen en regeringen omver te werpen. Ook deze protesten in Israël zijn door een linkse elite georganiseerd via vehikels zoals de Movement for Quality Government om hun weerzinwekkende ideologische agenda uit te rollen. De EU zelf heeft onder haar Thematic Program for Civil Society Organizations miljoenen ter beschikking gesteld om de Israëlische regering via deze maatschappelijke tussenpersonen onder druk te zetten. En ik roep de commissie op onmiddellijk te stoppen met deze aanval op de democratie in andere landen.